Lapte. Want dan gaat je eruit, begrepen? Dan vliegt je! Dat plezier gun ik u niet. Ik neem ontslag. Voor het geld moet ik het toch niet meer doen, hè? Schandalig, hè? Wat ze daar schrijft. Pretentieus wijf. Ze heeft ons namen niet genoemd, dat is toch al iets. Zo wel duidelijk genoeg, zeker? Je kunt haar dat moeilijk verbieden, hè? Straks gaat ze haar nog gelijk geven. Maar dat is niet waar. Maar ze mag toch schrijven wat ze wil? Die vrijheid heb je haar gegeven vroeger, hè, Willy? Ah, bon, nu is het ook nog mijn fout. Willy, ach, zeg. Ik bedoel dat je haar misschien had kunnen voorstellen om dat artikeltje nog eens opnieuw te schrijven. Dan was ze waarschijnlijk niet zo kwaad geworden. Maar nee, het was alleen maar een excuus om het te kunnen afbollen. Ja. Alleen, dan begonnen we terug goed overeen te komen. Lap, terug ruzie. Dat ze dan maar eerder moeten aan denken. Toen ze nog geld nodig had, heb ik haar een job gegeven. En in plaats van dankbaar te zijn, steekt ze het mes in mijn rug. En in die van u ook, hè. Bon, ik heb nog werk te doen. Dus als je moest goesting hebben, een job is vrij. Ik dacht dat er geen einde zou komen aan die testen. Ja. Jij hebt u daar heel sterk gehouden. Mooi. Ik was wel blij dat je erbij waart. Als vrouw zet je voor die dokters toch maar een object, hè? Als die bloedanalyse nu ook in orde is, dan kan de procedure starten. Ja. Tenzij dat die psycholoog natuurlijk nog wat problemen maakt. Maar nee, die gaat gewoon de pro's en contra's nog eens... Jean-Pierre, ik weet dat dat heel moeilijk is voor u. Maar als je niet 100% zeker bent, dan moet je mij dat nu zeggen, want... Nee, ik ben zeker. Dat heb ik u toch gezegd. Nee, uw moeder heeft mij daar straks gebeld. Dat zeg je mij nu pas? Ja, ik wou wachten tot alles achter de rug was. Ze wil mij vanavond spreken. Ja, zo doe maar. Ik heb bij haar afgesproken. Nee, nee, niet bij Marianne. Nee. Nee. Ze wil eerst in de Smissa spreken, maar vond ik niet zo'n goed idee. Met Marianne in een café, je zou voor minder aan een drank raken. Ik heb die hier toch niet afgesproken? Ja. Oh, Jean-Pierre, het is niet waar. Dat geeft mij zeker het gevoel dat ze hier een huiszoeking komt doen. Maar nee, daar moet je niet bang voor zijn. Dat zal niet gebeuren. Trouwens, als ze weer ruzie begint te maken en haar zoveel tegelijk wil halen, dan zal ze hier rap genoeg buiten staan, misschien. Marian? Ja, ik ben bezig. Martientje, wacht. Paasvakantie en geen kinderen in huis. Raar, hè? Zeg je, waar zitten ze eigenlijk? Sammy's auto's gaan wassen. Weer al? Hij wil dat fototoestel van Jelle zo vlug mogelijk terugbetalen. Maar, dat siert, hè? Zeg, en Erik, waar zit die? Die is met Laura en Sophie naar een of ander subtropisch zwembad. Hij mag nog eens voor chauffeur spelen. Ah, wel, hij kan nu in het weekend, het ganse weekend rusten in de Ardennen. Ja, ik heb wandelschoenen gekocht voor Sam. Zijn vorige waren volledig versleten. Goed, hè. Ver mee. Allee, zeg maar, we gaan niet alleen maar wandelen in de Ardennen, hè? Ah, oh, nee? Nee.
Vanavond in Tersmisse, met z'n allen, gaan we het er uitgebreid over hebben. Ik trakteer. Ja, maar dat hoeft niet, man. Ik weet dat wel. Maar ik doe het hele weekend al, dus je kunt het beter gewoon worden, hè. Ten andere, ik heb nog iets te vieren. Ik verschiet van niks niet meer. Ik heb mijn ontslag gegeven. Yes! Arjan. Oké. Okay. Wat? Yes, I promise I will send you a picture of me. Right. Oké, okay, bye. Stomme klootaksen. Zeg, die Spaanse gaat u veel geld kosten als je zo voort. Waarom moet ik nu in godsnaam een goede foto van mij vinden? En ik wil geen opmerking horen, hè. Zie maar dat je geld vult voor al die telefoonrekeningen. Ja, ik zal mijn plan wel trekken. Zie jij maar dat je niet in je pyjama trouwt, hè. Ik heb niet veel tijd. Ik moet direct terug naar de academie. Maar morgenmiddag, heb je dan iets aan de hand? Dan hang ik ervan over dat je iets spannends in gedachten hebt. Etentje bij mijn ouders spannend genoeg voor u? Ah, heb je het verteld? Nee, maar Maarten kon natuurlijk zijn mond weer niet houden. Dus bereid u maar voor. Zeg, wilde mij nerveus maken? Nee, ik wil alleen maar zeggen, ze zijn een beetje kleinburgerlijk, maar dat is alles. Nu ben ik zeker nerveus. Ja, je bent verwittigd. Ja, het zal wel meevallen. Ik moet echt terug weg. Amai, er zijn nog wel modellen bij zich bij die trouwkleren. Hm? Straks, hè. Ja. Overjaarse, grijzende krullenbollen. Die geilen op... diensters uit bepaalde etablissementen. Enfin, maar ja. Ja, dat was mijn afscheidscadeau. Oh, nee. Ik vind dat echt heel grof. Ja, dat vind ik ook. En pas op, dat is nog niet alles, hè. Daarna heb ik hem nog eens ongezouten gezegd wat ik van hem denk. Oh, wat een opluchting. Dat zal wel. En wat zei hij? If eyes could kill. In elk geval, ik heb ervan genoten. Ja. Maar bon, op naar de volgende klant, hè. Jean-Pierre, Dree heeft mij aangeraden om eens heel ernstig en rustig te spreken met Jean-Pierre over mijn gevoelens. En ik heb al een afspraak gemaakt. Ik zal duimen. Oh, het zal niet gemakkelijk zijn. Nee. Maar ja, al die negativiteit van binnen in mij, dat gaat eraan kapot. Dus het moet eruit. Was dat, mag ik nog een pintje alsjeblieft? Ja, direct, Pierre. Ik zal het direct eentje geven. Sam. Dank u. Oh, even, dat is goed dat jij er zit. Wil je Pierre al eens een pintje geven, alsjeblieft? Iets gevraagd, Rosa? Ja, ik heb iets gevraagd. Wil je de Pierre al eens een pintje geven, dan kan ik deze voor het klaarmaken. Ah. Ja. Die is het? Niks. Allee, kom aan, zeg mij eens wat dat er is. Morgen gaan eten bij die ouders van Jan. Wacht even met dat pintje, wacht. Hier, toch jij deze weg? Hm? Daar, dat tafeltje. En ik zal u eens iets zeggen, hè. Die mensen die mogen hun twee polletjes kussen met zo'n schoondochter, gelijk jij. Echt waar? Je hebt toch gelijk, heb je? Ik heb gelijk, Rosa. Alsjeblieft. Rosa. Dag, Michael. Dree van Goetem, waar kan ik die ergens vinden? Die is niet ver weg, want die zit daar. Ah, merci. Alsjeblieft, Pierre, dat is gewoon een pintje. Dank u. Excuseer, meneer van Goetem? Hemzelf, ja. Dag, ik ben dokter Bastiaans. Michael, we hebben elkaar al eens gezien. Juist. Ik ben de collega. Bij Anne. Ja, maar zeg maar, Dree, hoor, je meneer of dokter, dat klinkt zo ouderwets, vind ik. Ik ga erbij zitten. Kom. Dank u. Gaat ik iets drinken? Fruitsapje als je wilt. Eva, mag ik nog een fruitsapje en nog een waterje? Zo, wel, Anne zal je wel verteld hebben, zeker over mijn voorstel of aan mijn vraag. Ja, inderdaad. En ik heb haar beloofd dat ik u het antwoord zou uitleggen. Oh, mooi. Dat klinkt al minder positief, hè? Ja, het is niet dat ik twijfel aan uw kwaliteiten of uw capaciteiten, maar ik vind voor zo'n kleine praktijk drie dokters een beetje van het goede te veel, eigenlijk. Ah,
Dat is tenminste oprecht en recht voor de vuist. Maar ik geloof toch wel dat ik mijn verzoek een klein beetje zal moeten toelichten. Voor alle duidelijkheid. Je bent toch niet van plan om voor niks te komen werken bij ons? Nee, zeker niet. Nee. Betaald worden voor wat ik doe. En het is zeker niet mijn bedoeling om patiënten weg te halen van u. Helemaal, ja. Tegendeel. Ja, met drie dokters zouden we elkaar toch maar in de weg lopen. Bah, een kwestie van afspraken, hè. Kijk, in elke praktijk zijn er zeker wel een paar patiënten die je liever kwijt zijt dan rijk is, niet? Ja, ik moet toegeven dat er zo wel een paar zijn. Ja. Ah, wel, die zal ik dan doen, hè? Misschien samen met een paar oudere patiënten die eigenlijk meer aandacht vragen dan medisch advies. En dat zou je niet vervelen? Ah, helemaal niet. Tegendeel. Nee, ik wil iets om handen hebben. Ik wil mijn plaats in de maatschappij weer waard zijn, om het zo schoon te zeggen. Wat loop ik hier anders te doen? Hè? Ja. Allee, gezondheid. Ah, de chef-kok, zeg. Ja. En de chef-kok heeft u weten bij, want ik ken dat. Zult vandaag weer nog niet veel binnen hebben, zeker? Oh, maak het als liefs, hè. Dat is een overschot van mijn pasta-schotel. Ik had een beetje opzij gezet voor u. Amai, dat riekt goed. Ja, er is er nogal wat van gegeten, hè. Intersmissen. Ik kon de bestellingen bijna niet bijhouden. Zie, mag je dat je daar niet over werkt, intersmissen? Ach, belangen niet. Ze hebben daar iemand van doen, gelijk als ik iemand met horeca-ervaring en iemand die van aanpakken weet, hè. En ondertussen kan ik Luc een beetje in toog houden. Laat hem daar maar blijven, Luc. Dan moet ik niet op zijn kop zitten zien. Ons moe zal het niet graag horen, maar... Nu moet jij in de eerste plaats aan uzelf denken, hè. Want als ik het mag zeggen, je ziet de laatste tijd een beetje wittekes, hè. Oh, wel ja. Ik voel mij ook wat slap. Zie je het? Dat is zo precies of ik raak niet uitgeslapen. Ja. Dat is van de stress. En van wat je hier allemaal meegemaakt hebt, hè, de laatste tijd. Maar moest ik van u zijn, hè, ik zou nog een dagje thuis blijven. En de Frank hier zetten. Ik kan beter eens naar die nieuwe dokter gaan. Het schijnt dat dat zo'n knappe is. Een knappe? Het is geen goeie ook, nee. Nee, moest ik van u zijn. Ik zou naar dokter Aan gaan of naar dokter Dree. Maar ja, die is gepensioneerd, hè. Anders... ik zou wel weten wie dat ik moest kiezen. Voor wat te doen? En voor op visite te gaan, ja. Aha. Ik dacht al voor iets anders. Dat is een hele schone mens en een intelligente en... dat is een knappe. Ja. Maken alstublieft. Jij denkt nu toch niet dat je kans gaat maken bij die meneer dokter? Mag al Dree tegen hem zeggen? Ja, als dat zo zit, dan zal ik mijn mening toch maar moeten herzien, zeker? Ah, zeker. Maar een oudere collega al het vuile werk laten opknappen, proper is anders, hè? Ja, wel. Alle eer en alle genoegen staan aan mijn kant. Oké, op onze samenwerking dan maar. Voilà, dat is het. En je mag er zeker van zijn, maandag ben ik op tijd. Hè? Het is u geraden. Santé. Eva, ken je die madame daar? Nee. Omdat u wel heel de tijd in toog zit houden. Oh. Juffrouw. Voor mij nog een spuitwater. Werk je hier al? Nee, eigenlijk niet zo lang. Dat moet toch zwaar zijn? Zo alle dagen in een café werken, hè, voor een jonge student? Ah, ik ben geen student. Nee, ik ben eigenlijk een kapster, maar ik werk hier part-time. Wilt u misschien mijn kaartje? En je vriend die vindt dat niet erg, dat je zo hard werkt? Soms. Excuseer. Ik moest weten of ik hier al lang werkte en of ik nog student was en zo. En ze heeft niet gezegd waarom? Nee. Ik vind dat wel raar, hè? Ik hoop dat dat geen controleur is. De rekening, alsjeblieft. Ja, excuseer, maar ik moet dringend weg. Doe die spuitwater van daarnet er maar bij. Ah, dan is het €3. De rest is voor u. Ik vond het fijn om eens met u gepraat te hebben, juffrouw.
Dag. Als dat de controleur is, dan ben ik de pauze. Oh, dat is geen controleur, want die is aan de gérant gevraagd. Ja. Maar wie is dat dan? Ik zou het begon niet weten. God, ik zou mijn kop er ook niet over breken, want wie dat er hier allemaal komt binnengewaaid. Waarschijnlijk iemand die dacht dat jij iemand anders was, denk ik. Hey, lieve. Kan ik rap aan mijn beroemde pannenkoeken beginnen, zeg. Ah, en dan kun je er eentje aan de Dree geven. Ja, en dan wil die kwakzalver die erbij zit er ook eentje, zeker. Nee, op mijn kosten, dat ziet er van hier. Nee, die kan op een ander gaan. Maar lieve, het is zo'n schone jonge dokter. Moest ik niet getrouwd zijn, ik zou het wel weten. Oh, nee, zeker, weet jij niet wat dat gezegd is? Dat is zo zeker gezien, hem nog niet zitten naast dokter Dree. Nu vrees ik, Yvette, dat dokter Ray een andere vrouw ook nog niet ziet zitten. Nee, wel. Dat komt waarschijnlijk omdat hij de juiste vrouw nog niet gevonden heeft, hè. Oh, mijn jongen. Oh, zeg. Oh, wat ben ik blij van het te zien. Allee, toe, ga gauw zitten. Pas op voor een been. Nee, alles is in orde. Voilà. Goh, zeg. En hoe is het in dingen in Bettersmissen? Is werd goed verzorgd? Prima. Ja. En nog iets van Leontien gehoord? Allee, die zou je nu toch ook wel willen zien, dat je zoveel voor haar gedaan hebt. Moeder, maar dat heeft allemaal zijn en tijd nodig. In elk geval heb ik deze volgende week niet meer nodig, dus dan kan ik terug werk gaan zoeken. Oh, nee. Zeg, als jij genezen bent, dan ga je terug bij de Frank werken. Moeder, zelfs als zou ik er kunnen gaan werken, dan zou ik dat nog niet doen. Frank en Simon hebben een overschot van gelijk. Ik ga dus zeker niet voor Sanitechniek werken. Ja. En jij zou dat beter ook zo zien. Ik wil mijn eigen weg gaan. Kom. En nu dat juist wat beter gaat tussen Frank en mij. Ja. Hela. Frankie, maar jongen, wat zijn er gaan groot aan het worden. Frankietje, ga eens naar boven, kom. Kom zo. Ja, ik stond toch juist op punt om voor te gaan. Ja, maar je hebt niks gedronken en we wachten aan een taxi bellen. Nee, ik trek mijn plan wel, moeder zal er wel geraken. Jij belt wel als je het nodig hebt, hè. Ik ga de Frankie in het bad steken. Goedenavond. Hallo. Hey, heel de familie is er. Dag, Marianne. Mag ik die stoel hebben? Ja, dank u. Wat denkt u, Marianne? Een flesje champagne om in de stemming te komen? Je doet maar. Maar ik ga het wel bij iets non-alcoholisch houden, hè, want ik moet er mijn verstand kunnen bijhouden vanavond. Ja. Eva, een fles champagne alsjeblieft en een plat water. Hé, hey mama, er is een sauna in onze chalet. Ga eens kijken. Sauna, jacuzzi, gastronomisch eten, alles. Oh, en pas op, dat doet er mij aan denken. Ik heb voor de dames onder ons nog iets speciaals voorzien. Een beauty-arrangement in de termen van spa. Wauw. We gaan ons de hele dag kunnen laten verwennen. Maar dit is toch alleen maar voor oude vrouwen? Hé, hey, Sophie. Je doet maar. Maar het is een relaxatieprogramma en je gaat je daar zeker mee amuseren. Maar hier, kijk. Sauna, hamam, balneotherapie, behandeling onder water, lichaamspakking. Goed. Ja, klinkt wel goed. Allee. Ja, zoals die streekbiertjes daar, hè. Terwijl de vrouwtjes zich laten inpakken, zal ik even... Oh, die vader mag goed in de gaten. Ja, dat zal toch niet gaan, want ik ga niet mee. Oeh, jij gaat niet mee. We gaan nu toch niet kwaad blijven, hè? Het feit dat jij het opneemt voor mensen die tegen onze relatie zijn, zegt mij meer dan ik eigenlijk wilde weten. Willetje, overdrijft je nu niet wat? Het is niet gemakkelijk om met Marianne samen te werken, ik weet dat wel. En ik neem het ook niet op voor haar, ik relativeer het alleen een beetje. Als ik het nodig heb, gaat je mij dan ook zo steunen? Ja, want ik heb besloten om uw jobje aan te nemen.
Allee, dat is dan toch al iets. Ik heb vooral je morele steun nodig, Jenny. Als ik bij u op de redactie zit, dan zijn we meer samen. Je zult zien, je gaat u beter voelen. Het is dan maar te hopen dat we nog werken ook, hè? Biet ik niet? Ja, sorry. Maar ik wil al mijn vrije tijd gebruiken om geld te verdienen. Zodat ik Jelle zeker kan terugbetalen. En ik zie het dan echt niet zitten om dan mee te gaan. Jij hebt nu toch al genoeg gewerkt, hè, Sam? Niet waar? Ja. Ik heb zelfs gehoord dat de paashaas voor elk van jullie €250 op het spaarboekje zal zetten. Cool. Voilà. En als je dat bijtelt bij het geld dat je gespaard hebt, dan is dat genoeg om Jelle terug te betalen. Ik ga eens direct een sms'je sturen naar Laura, zodat ze de shoptour kan beginnen uitstikken. Fieke, €125 voor je kleren, de rest laat je staan. Allee, maar ja. Sophie, ik wil dat je leert sparen. Allee, ja. Bedankt, paashaas. En nu heb je wel zin om mee te gaan, zeker? Tuurlijk, ja. Nu kan ik het mij permitteren. Ah, ja. Allee, bo, ik ben er weg. Mensen, eet smakelijk. Ik had graag nog een beetje gebleven, maar ik heb nog een ander plezierig afspraak. Ja, succes. Ja. Waar gaat hij naartoe? Jean-Pierre. Oh, nee. Marianne, kom binnen. Wilt jij iets drinken? Water graag. Allee, en hoe gaat het met de zaken? Ach, antiek. De mensen blijven dat kopen. Schoonheid kent geen leeftijd, Jean-Pierre. Ik neem aan dat jij het wilt hebben over Anne en mij. Hm? Het feit dat wij weer samen zijn. Nee, Jean-Pierre, ik wil het over mezelf hebben. Over al die dingen tussen ons die nooit zijn uitgesproken. Erik, kent jij dat nummer nog? Sorry, ik zat met mijn gedachten bij Marianne. Allee, dat feestje dat we elkaar hebben leren kennen. Onze slow. Die gaat toch niet doen wat ik denk dat ze gaat doen, hè? Allee, lieveke, jij en kik. Mama, je ze zat. Als je begint te dansen, dan ken ik je niet meer, hè? Ra-ra-ra, wie is jij? Helemaal uit Paaseiland. Alstublieft, is voor u. Neem maar, en dat is voor u. En dat is voor u, alstublieft. Zo, en... Waldek toch? Hey. Het is voor u. Jullie zijn samen? Koppel, alias Servet. Jullie zijn ook samen? Wat doen jullie een afspraak hier? Van Pasas? Ah. Wonderful tonight is hier. Alsjeblieft. Te veel, niet te veel. Alsjeblieft. Allee, een zellige avond. Ik ben wie? De Pasas. En romantisch genoeg voor u? Ik ben diep door u gekwetst, Jean-Pierre. En niet één keer. En je hebt nooit de moeite gedaan om eens echt naar mij te luisteren. Ik zou willen dat je dat nu wel doet. Ik weet dat je het altijd heel moeilijk hebt gehad met Anne en mij, Marianne. Dat weet ik. Nee, Jean-Pierre. Niet met Anne en u. Alleen met u. Anne is oud genoeg om haar eigen boontjes te doppen. En ik ben niet van plan om haar nog een strobreed in de weg te leggen. Des te beter. Trouwens, ik heb zo het idee dat we dit gesprek al eens gehad hebben, Marianne. Nee, Jean-Pierre, dit gesprek hebben we nog nooit gehad. Want ik wil het hebben over u en over ons. Heb ik u dan zo'n vreselijke dingen aangedaan dat je dat niet kunt vergeten? Vergeten en vergeven. Nee, u de feiten presenteren, dat is wat ik wil doen. Of weet je niet meer hoeveel ik in u heb geïnvesteerd? Hoe je verteerd werd door schuldgevoelens over uw accident in Afrika met Evelyn? En hoe ik u gesteund heb
om u over uw verdriet heen te helpen. En Marie, uw toen nog blinde dochter. Hoe ik hemel en aarde bewogen heb om u te overtuigen van haar te laten opereren. En wie heeft het betaald? En met plezier. En uw depressie. Toen ge wist dat gij niet de biologische vader waart van Marie. Heb ik u toen in de steek gelaten? Heb ik ook nooit beweerd, hè. En ik ben u daar trouwens altijd heel dankbaar voor geweest. Oh, bravo. Dan heb je toch wel een heel speciale manier gevonden om mij dat te tonen. Je bent altijd alleen maar met je eigen problemen bezig geweest, Jean-Pierre. En ik vereenzaamde. Is toch logisch dat ik nood kreeg aan iets voor mezelf? En dus ging ik in verkammen investeren, ja. En toen was ik opeens niet goed genoeg meer. Ja, 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 mijn geld wel, ja. Ja, ik was wel goed genoeg om bank te spelen. Om uw antiekgalerij te financieren. Maar ja, die idee kwam te laat. Waarom had jij mij niet gesteund, zoals ik u gesteund had? Die antiekgalerij, die had ons weer bij elkaar kunnen brengen. Weet je wat uw probleem is, Jean-Pierre? Je hebt niet minste respect voor mij. Je bent met Leontine in bed gedoken omdat ik niet met geld over de brug wou komen. Om nog maar te zwijgen over Rosa, de nagel aan mijn doodskist. Och, maar je weet toch heel goed dat er met Rosa nooit iets is geweest. En trouwens, toen had je mij al aan de deur gezet. Pardon. Nee, nee. Die avond na het werk zouden we praten over de affaire, Leontine. Maar dat heb je niet gedaan. Die confrontatie kon je niet aan. Meneer was weg. Een briefje achtergelaten. Ja, twee regeltjes. Ten andere, Jean-Pierre, iedereen kon zien dat Rosa verliefd was op u. Heb jij er ooit maar één seconde bij stilgestaan? Hoe dat op mij is overgekomen? Nee, natuurlijk niet. Je was te druk bezig met een verongelijkte minnaar te spelen. Terwijl ik nog naar u toegekomen ben bij Rosa, om het bij te leggen. Maar nee, jij en jij. Ik ben daar kapot van geweest, Jean-Pierre. Ik denk niet dat er iemand ooit in mijn leven mij zo diep vernederd heeft als jij toen. Ik stond toen wel op straat, hè. Waar moest ik naartoe? Overal, behalve bij Rosa. En zo heb je mij de ene kwetsuur na de andere toegebracht. En als kroon op het werk een relatie met mijn eigen dochter. Maar ik heb iets ingezien, Jean-Pierre. Al mijn negatieve gevoelens tegenover u, die moesten eruit. En voilà. Het is gebeurd. En eerlijk gezegd, ik voel mij verschrikkelijk opgelucht. Trek er uw plan mee. Ik dacht dat jij al weg was. Oh, meisje, maar wij zijn uitgepraat. Nog een prettig paasfeest.